Ik zal even een stukje voorlezen over de poep. Er was dus poep aangetroffen bij de inbraak. En er werd toen heel vaak poep aangetroffen. Ik ben toch nu wel op een paar plaatsen delict geweest. Ik heb nog niet zoveel poep aangetroffen. Hoe ontdekte de politie in 1887 dat moorden op te lossen zijn met wetenschap? De Universiteit van Nederland presenteert forensisch biofysicus professor Dr. Maurice Alders. Dank u wel. Ik neem u mee naar het jaar 1887. Daar zit een jonge Sherlock Holmes en hij heeft net Dr. Watson ontmoet. En Dr. Watson blijft heel lang eigenlijk zijn maat, hè, door al die avonturen heen. Dr. Watson komt die kamer binnen. Hij ziet daar voor het eerst een heel klein mannetje zitten. Een beetje onooglijk mannetje. Die staat in de weer met allerlei chemicaliën. Ze hebben nog geen woord gesproken. En opeens springt hij triomfantelijk op en zegt, ik heb het gevonden, ik heb het gevonden. En wat had hij daar gedaan? Hij heeft een nieuwe methode gevonden voor de detectie van bloed. En om te bewijzen of iets echt bloed is of net bloed. Die methode die tot nu toe gebruikt werd, die trouwens ook was uitgevonden door een Nederlander, is clumsy. Daar zijn we vanaf. Dus ik heb gewerkt aan een nieuwe methode om bloed te detecteren. Nou, ze praten nog een beetje door. Hè, is een beetje wederzijdse kennismaking. En dan wordt er aan de deur gebeld. En er staat een politieagent voor de deur van Scotland Yard met een telegram. En daar in de telegram staat eigenlijk de vraag of hij naar een plaats delict komt. Er is een moord gepleegd. Er is een lichaam gevonden. Ze hebben geen uitwendige wonden gevonden, maar wel een plas bloed eromheen. Sherlock Holmes was eigenlijk een soort consultant detective. Hij werd af en toe ingehuurd door de politie, door Scotland Yard, om te helpen bij sporenonderzoek, om chemische analyses te kunnen doen, die eigenlijk vrij complex waren voor dat moment. Dus hij en Dr. Watson die stappen in een koets en rijden naar die plaats delict toe. En daar komen ze aan en daar zien ze de plaats delict, daar zien ze een lichaam liggen. En heel veel mensen op de plaats delict, die babbelen een beetje. Agenten die rondlopen en die stellen allerlei vragen aan de mensen. Sprekende getuigen. En verder gebeurde er niet zoveel. Dus Sherlock Holmes stapt uit zijn koets. Hij gaat een beetje rondlopen. Hij kijkt naar de grond. Hij kijkt naar allerlei voetstappen. Hij ziet karresporen. Loopt dan naar de plaats delict. Begint allerlei schermen te plaatsen. Hij stuurt iedereen weg die daar niet hoort. En pakt dan zijn loop en zijn centimeter en gaat dan heel nauwkeurig alle spoortjes af. Hij ziet er een beetje gruis liggen, dus dat neemt hij mee. Hij ziet allerlei voetsporen in stof. Op die manier gaat hij heel erg rustig en aan de slag met al die kleine minimale sporen die hij daar ziet. Dat is eigenlijk wat we nu normaal vinden. Maar in die tijd was dat echt revolutionair. Dus na het plaats-lict-onderzoek van 1 minuut of 20 staat hij op en vertelt aan Dr. Watson wat hij heeft gevonden. Hij zegt, volgens mij is het een man van ongeveer 1,80 meter. Die is door de achterdeur gelopen, de achterkant van het hek gelopen. Hij is aangekomen met een koets, met een paard, met 3 oude hoefijzers en 1 nieuwe. Hij rookte dat en dat merk sigaar. En hij liep in dat merk schoenen. En dat had hij allemaal gehaald uit de stille getuigen. Dat hij, dat merk sigaar wat hij wist, dat haalde hij uit die asresten die hij vond. Dus wanneer je rookt, dan laat je je asresten achter en dat is heel specifiek voor een bepaald merk sigaren. Dat die man 1,80 meter was, dat had hij gehaald aan de lengte van de voetstappen die hij vond, dus voetsporen. De hoefijzers, die zag hij natuurlijk de afdrukken in de weg. Er was er 1 heel scherp gekant, en dat was het nieuwe hoefijzer. En die oude waren allemaal afgerond, dus dat waren de oude hoefijzers. Door dat soort redenaties en wetenschappelijke aanpak kon hij die moord oplossen. Dat is het eerste boek, A Study in Scarlet. Is een prachtig verhaal. Het zijn allemaal prachtige verhalen. Maar in die tijd werd dat echt gezien als science fiction. Maar op hetzelfde moment dat die boeken geschreven werden, rond 1880, was er in Amsterdam een apothekerszaakje. Dat zat op de Nieuwe Dijk. En daar werkte de oude heer Van Ledde Hulsebos. Van Ledde Hulsebos was een apotheker. Hij had ook chemie gestudeerd, eigenlijk net als Sherlock Holmes. En hij deed ook af en toe zaken voor de politie. Dus hij was ook een soort consultant detective. Als de politie met sporen zat, bijvoorbeeld chemische sporen waarvan ze niet precies wisten dat het was, dan kwam die oude Van Ledde Hulsebos daar naartoe en die ging die sporen analyseren. Dus hij was een soort consultant detective. En op een gegeven moment zaten ze bij een moordzaak en er waren eigenlijk heel weinig sporen te vinden, wat stukken stof, maar verder eigenlijk heel weinig. Maar er lagen wel allemaal uitwerpselen. En eigenlijk heeft dat toen zijn interesse gewekt.
En dat is heel mooi beschreven in dit boek, 40 jaren speurderswerk, wat geschreven is door de zoon van Valette Hulsebos. En hij interesseerde zich vooral in die uitwerpselen. En ik kan een stukje van het hoofdstuk voorlezen. Daar moet ik wel even waarschuwen. Er staat een waarschuwing in dat hoofdstuk. Maar goed, dat boek is geschreven natuurlijk in 1930. Voor geval gepreut zijt of eerder dan een ander mens geneigd iets shocking te vinden. Ik vind shocking eigenlijk een heel modern woord voor zo'n boek die in die tijd geschreven is. Dan weet ik u dat ik hier wil waarschuwen niet verder te gaan met deze schets. Daar heeft u helemaal niets aan, want u kunt geen kant op. Dus u kunt uw oren dichtstoppen. Maar goed, ik zal even een stukje voorlezen over de poep. Eigenlijk, dat was de grote interesse van Valette Hulsebos. Er was dus poep aangetroffen bij de inbraak. En er werd toen heel vaak poep aangetroffen, staat hier. Ik ben toch nu wel op een paar plaatsen delict geweest. Ik heb nog niet zoveel poep aangetroffen. Meermalen vroeg men mij waarom die inbrekers zo onsmakelijk en vies zijn. En haast altijd dergelijke souvenirs, noemt hij dat, visitekaartjes, voor de politie achter te laten. Het antwoord is gauw gegeven. Dan komt er een heel verhaal over hoe de zenuwen het digestiekanaal aantasten. Dus zenuwen beïnvloeden de maag. Nou, dat is ook zeer, zeer plastisch beschreven allemaal. De spanning die aangrijpt aan op een ander deel van ons digestiekanaal. De inbreker waagt het dan zich niet te verplaatsen daar waar hij op dat moment is. En waar hij op dat moment is, meent hij die surprise achter te laten. En het was een heel belangrijk spoor, dat poep, dat dus heel vaak werd aangetroffen, gek genoeg. Omdat mensen veel honkvaster waren dan wat we nu zijn natuurlijk. Dus mensen hadden een vrij eenzijdig dieet. Als er ineens poep werd aangetroffen met exotische pinda's of zo, wat nu natuurlijk heel normaal is, dan is het veel waarschijnlijker dat het reizigers waren. Dus poep was een hele belangrijke in die tijd. En hier staat ook, Pavel Valette Hulsebos opperde als eerste het denkbeeld ene tot dusverre onbekende studie te ondernemen om te ervaren welke veranderingen nu precies bij ons voedings- en genotsmiddelen ondergaan bij passage door het gehele digestiekanaal. Eind 1980 ondernam hij dat werk, waarbij het nodig was om zijn menu en eigenlijk van al zijn familieleden uit een enkel artikel te laten bestaan. Dus die hele familie liet hij een week lang noten eten en dan verzamelde hij alle poep van die familie en dan keek hij hoe die noten er uiteindelijk weer uitkwamen. Liet hij kokosnoten eten, liet hij allemaal kool eten. Dus hij verzamelde die poep, hij waste het, hij zeefde het in zijn lab en hij fotografeerde het. En dat heeft dan geleid tot een heel belangrijk wetenschappelijk werk in de forensische wereld. Dat is de macro- en microscopische diagnostiek der menselijke excrementen. Dus dat was in die tijd al een wetenschappelijk werkje. En dat was eigenlijk ook, hij is daarmee echt een van de eerste die de wetenschap naar het forensisch onderzoek, naar het plaatsdeliktonderzoek bracht. Er staan een paar voorbeelden natuurlijk in het boek beschreven. Een inbraak in het huis en de inbrekers hadden toegang verkregen via die dakgoot in een open raam. En in die dakgoot lag zo'n visitekaartje, staat hier. De brigadier zag die rode kleur en zei, die kerel die heeft rode kool gegeten. En een nieuwsgierig dienstmeisje ving dat op, die is naar de krant gerend. Daar kreeg ze een dubbeltje voor zo'n bericht, dus dat verscheen in die krant. Die vader las dat bericht ook en die moest toen heel hartelijk lachen. Omdat die vezelstoffen van rode kool, die onverteerd ons kanaal doorgaan, die zijn wit van kleur. Dus die rode plantenkleurstof die wordt geheel door het lichaam verteerd. Pa kreeg dus ook die poep. En die bepaalde dat het maal had bestaan uit aardappelen en uien en een stukje kokosnoot toe. Nou, de man die werd verdacht voor dat misdrijf, die werd thuis bezocht. En de vrouw des huizes die zei triomfantelijk, u dacht zeker dat wij rode kool hadden gegeten. Maar nee hoor, we hebben aardappelen met uien en een stukje kokosnoot toegegeten. Dus dat was eigenlijk de eerste zaak die met een wetenschappelijke methode, door Pa Valette Hulsebos zelf thuis gedaan, werd opgelost. Dus dit was eigenlijk het begin van de wetenschap van plaatsdeliktonderzoek. Op een gegeven moment, het was 1902, toen werd weer de hulp van de vader van Co Valette Hulsebos, daar ga ik al een beetje naar Co toe, werd ingeroepen. Maar Pa Valette Hulsebos was niet thuis, die was naar een congres in Brussel, ook alweer zoiets. Nou, een congres over farmacie was dat. Dus er werd weer aan de deur gebeld en er werd een telegram overhandigd aan Co Valette Hulsebos, de zoon van de oude Valette Hulsebos. En met de vraag of hij naar de plaats delict kon komen. Nou ja, de zoon was toen net in een afstudeerfase, dus hij had nog wat dingen te leren. Maar die is toch naar het plaats delict gegaan, was een zedenzaak in Alkmaar. En heeft daar ook weer door heel logisch redeneren, heeft hij eigenlijk die zaak opgelost. Nou, zo heeft Co Valette Hulsebos een prachtige carrière in de criminalistiek eigenlijk meegemaakt. En dat heeft hij heel mooi beschreven in het boek, 40 jaar speurderswerk. En een heel ander mooi voorbeeld is, hij was ook de eerste bijvoorbeeld die de fluorescentiediagnostiek, of de fluorescentie
analyses naar Nederland bracht. En dat is ook wel een heel mooi verhaal. Zoals hij het zelf beschrijft, hij kan het eigenlijk het mooiste zeggen. Het was de Eerste Wereldoorlog, 1418. En zoals Covelet de Bulsebos hier schrijft, het wemelde van de spionnen. En er was een afzonderlijke afdeling bij de politie om die mensen in de gaten te houden. Het was bekend dat die mensen communiceerden. Die kwamen eigenlijk naar Nederland om een Nederlands paspoort te halen, om dan in een vijandelijk land binnen te komen en om daar vandaan te communiceren met het thuisland. Ze zeiden, dat moet gebeuren met een soort onzichtbare inkt. En ze hadden ook op een gegeven moment een boord, een stijf gesteven boord, hebben ze naar Covelet de Hulsbos gegeven en die probeerden daar die inkt uit los te weken. Ze wisten ook hoe dat werd gedaan. Die boord werd in een glas water gezet, een nacht lang. En 's ochtends was die inkt dus uit die boord gelopen, in het water opgelost en dan konden er onzichtbare boodschappen mee geschreven worden. Ze hadden geen idee hoe ze die zichtbaar moesten maken. Dat was een hele nieuwe manier weer van boodschappen doorgeven. Hij kreeg nog een veter waar die inkt ook opgelost in was en dat is hem ook niet gelukt. En pas na de oorlog, toen ging hij op bezoek in Parijs bij meneer Boyle, dat was een natuurkundige en een criminalist. Die legde die de vraag voor, van, ben je er nou eigenlijk achtergekomen hoe die berichten werden verstuurd? En die man zei, ja, ik heb het aan vele professoren gestuurd, maar niemand is er eigenlijk achtergekomen. Ik wel, maar ik ben er een beetje tegen aangeblunderd. En dat zal je vertellen hoe. Hij nam Covelet de Hulsbos mee naar zijn lab en zette daar een brief neer uit de oorlog met een heel mooi gedichtje erop, van een kleinkind naar de oma toe. En er was eigenlijk niets te zien. Dus hij zette dat zo neer. Dan schakelde hij het licht uit en hij schakelde een ander apparaat aan. En hij zag een heel donker, diep donkerblauw licht van het andere apparaat afkomen. En op hetzelfde moment zag hij die letters, oplichten, heel mooi lichtblauw. En dat is fluorescentie. Dus die dieven, de spionnen, die gebruikten eigenlijk UV-licht, heel kortgolvig, heel hoog energetisch licht, om die inkt te exciteren. En dan krijg je fluorescentie. Kan ik nog een beetje uitleggen, dat is eigenlijk een methode die we nog steeds gebruikten. Wat die meneer Doyle liet zien, was een kwiklamp. Dat was een lamp die was gemaakt van kwartsglas, die ook UV-stralen doorliet. En daarvoor stond het filter wat het zichtbare licht tegenhield. En er kwam dus alleen UV-straling op dat papier. En dat filter, dat was een filter van Madame Curie. Die had dat filter zelf gemaakt. Dus Covelet de Hulsbos wilde niets liever dan dat filter hebben natuurlijk, want het was een hele nieuwe techniek. En die bestelde die lamp en het filter kon hij niet krijgen. Dus uiteindelijk belde de regering naar Madame Curie, werkte ook niet. En toen heeft hij nog een laatste smeekbede aan Madame Curie, een hele beroemde dame, gevoerd. En toen kreeg hij uiteindelijk dat filter te leen. En toen heeft hij allemaal fantastische ontdekkingen gedaan op het gebied van UV-fluorescentie. Die allemaal zijn gepubliceerd, dus het was echt een wetenschapper. Hij liet bijvoorbeeld zien dat tanden fluoresceren, neptanden niet. Hij liet zien dat ivoor fluoresceert, nep ivoor niet. Zelfs diamant fluoresceert, nep diamant niet. En hij kon, er werd hem een vraag gesteld of botten die waren gevonden onder een hunebed, of die waren verbrand of lang begraven waren geweest. Verbrande botten fluoresceren niet en botten die lang begraven zijn geweest, die fluoresceren nog wel. Dus op die manier deed hij allerlei ontdekkingen ook weer. Helemaal voorop liep hij daarmee. Eigenlijk in Nederland, dat was gewoon een beroemde man. Hij heeft nog veel meer dingen gedaan. Hij heeft ook allerlei opleidingen gestart. Dus hij heeft de grote universiteit in Lausanne voor de criminalistiek heeft hij opgestart. Samen met allerlei grote namen in het forensische wereldje. Daar zit hij tussen allerlei grote namen. Daar tekenen ze de overeenkomst voor het starten van de universiteit. Dus het was een hele belangrijke man, niet alleen in Nederland, maar in Europa. De Sherlock Holmes van Nederland eigenlijk. Toen gebeurde er een tijd lang eigenlijk niet zoveel in ontwikkelingen voor plaatsdelict onderzoek. Er werd een DNA-test, die werd nog wel geïntroduceerd in ongeveer 1980. Maar wat wel gebeurde, was dat de misdrijven, die werden steeds gecompliceerder. De sporenanalyses die werden steeds gecompliceerder door steeds betere manieren van analyse. Grote laboratoriumtechnieken. Dus de sporen werden meer dan op de plaats lik bekeken, werden naar laboratoria gestuurd. Dus waar ze vroeger, zo iemand als Sherlock Holmes of Covelet de Hulsbos, eigenlijk alle sporen analyseerde, dus eigenlijk verstand had van het hele gang van zaken op de plaats lik, verschenen er nu apart teams die de sporen verzamelden op de plaats lik en naar de lab sturen, naar de specialisten die ze dus weer gingen analyseren met hun technieken. Dus de mensen op de plaats lik gingen eigenlijk van generalisten, mensen die al die sporen analyseerden en daarover nadachten, naar specialisten. En dat is eigenlijk iets wat eigenlijk nog steeds zo is. Dus de forensische instituten die zitten vol met high-tech uitgeruste labs.
En de mensen die de sporen verzamelen, dat is eigenlijk een ambacht nog steeds. Daar is nog niet zo heel veel veranderd. Dus die mensen doen het nog steeds met simpele gereedschappen. Als bijvoorbeeld de crime light hier. Dus dit is een lamp die straalt UV-licht uit. En dan kan ik even aan dit hiermee laten zien. Het is hier net licht. Nou ja. Dus hier gaat een spoor fluoresceren. Eigenlijk is het geen fluorescentie, maar het is luminescentie, want het blijft veel te lang aan. Als het licht weghaalt, dan blijft het doorschijnen. Maar de bril, de zaklamp en de kwast voor de vingerafdrukken, dat zijn nog steeds de gereedschappen die gebruikt worden op de plaats Licht. En de echte specialisten zitten in de labs. Dat is natuurlijk heel gek. Want als je dat spoor niet vindt, met je simpele apparatuur of met je ervaring, dan komt het ook nooit in dat forensisch lab terecht. Dus de laatste 10 jaar... zijn we steeds meer bezig om de geavanceerde technieken naar de plaats Licht te brengen. En dat, dat zijn de grote ontwikkelingen in de forensische wereld. En ik hoop dat ik u verteld heb dat eigenlijk Sherlock Holmes toch een enorme visie had. Dat wij in Nederland ook een enorme visionair hadden die nu nog steeds invloed heeft op het plaats Licht onderzoek. En in het volgende college ga ik veel meer vertellen over wat we kunnen doen met het dateren van sporen en wat voor waarde dat heeft in forensisch onderzoek.